Koen, ik ga maar bij jou beginnen. Een verbaasd en wat verschrikt gezicht, ongeveer na 2 kilometer. Wat zag je om je heen? Of wat zag je misschien juist wel niet? Dus ja, we hadden voorzien van een hele ja, mooie groep eigenlijk. En plots, ja, ik volgde David Nielsen en ja, ik zag 2 andere Keniaanse jongens, maar verder niemand meer. En ik dacht van, boei, dat is toch maar een kleine groep. Maar ik ben niet beginnen panikeren. Ik vertrouw, in het begin is dat altijd een beetje zoeken natuurlijk. Niet iedereen weet direct zijn groep te vinden. Maar dat is door de race managers op de moto heel snel bijgesteld geweest, waardoor dat ik eigenlijk vrij snel in een hele mooie groep met Afrikaanse jongens terecht kwam. Dus dat, in het begin was het even verschieten, maar ik wist wel dat in orde zou komen. Dus dat de mensen op de moto die dingen heel snel opmerken en bijsturen. Dus no worries. De schrik was gauw over. Okay. Toen was het, ik zeg, de schrik was gelukkig gauw over. Ja, ik heb het schrik gehad. Ik wist wel dat dat... Een mooie, grote, homogene groep. Hoe belangrijk is dat, ondanks al die goede voorbereidingen, om ook zo je wedstrijd te kunnen vervolgen? Ja, ik denk dat als atleten proberen we alle toevalligheden uit te sluiten. Dus we proberen ons goed voor te bereiden, gezond aan de start te komen, perfect de laatste dagen door te komen, maar... Ja, het weer heb je niet in de hand, de groep heb je niet in de hand, de hazen heb je niet in de hand. En dat is dan leuk als je op een organisatie zoals in Rotterdam kunt terugvallen, waar die onzekerheden een beetje worden weggewerkt. Dus ja, het weer, dat heeft niemand in de hand. Maar kijk, vandaag hebben we toch een heel mooie hard loopweer gehad. De groep maakte ja, buiten de eerste 2 kilometer, maar daarna een hele mooie groep waar we mee konden samenwerken. En ja, kijk, het heeft geresulteerd in een mooie tijd vandaag. Je was alle dagen omringd door je lieve meisje. En die speelt ook nog een rol, ook al loopt ze dan niet naast je, maar op dat parcours doet ze er ook nog iets voor je. Ja, zeker. Iedere 5 kilometer stond er weer een boodschap voor mij klaar. Dus dat was wel leuk, ook als ik al alleen viel. Toen ik versnelde op 31. Omdat ik hoorde dat we op schema van 2:08 ja, 30 aan het lopen waren, dacht ik van, nou, hiervoor heb ik niet zo hard gewerkt. Kom, ik ga proberen een tandje hoger te schakelen, omdat ik wist dat ik nog wat reserve had. Hoe verder dat ik in de wedstrijd kwam, hoe beter dat ik me begon te voelen. Dus ik heb die kans gegrepen en ik denk dat dat vooral te danken is na mijn Europese titel eigenlijk, dat ik dat vertrouwen kan opdoen om op 10 kilometer van de finish mijn eigen tempo op te leggen. En ja, kijk, dat zelfvertrouwen van in Berlijn heeft mij vandaag opnieuw goed geholpen. Want anders zou ik denk ik niet meer op schema van 2:08:30 naar een tijd van 2:07:39 gelopen hebben. Je zou je bijna afvragen, waar gaat dat een keer eindigen? Ja, ik vraag me dat nog niet echt af. Dus we gaan gewoon hard verder werken. We zien wel wat dat de toekomst brengt. Maar ik ben mooie stappen aan het maken. Ik heb in 2016, 2017 een beetje blijven hangen, als ik dat zo mag zeggen. Maar ik ben nu die stappen goed aan het inhalen. En ik ben heel tevreden met hoe dat alles loopt, met hoe dat ik me voel, met hoe dat ik me kan voorbereiden met de kansen die ik krijg. En als er dan mooie wedstrijden zoals vandaag zich voorgeschotelen, dan zijn we daar meer dan tevreden mee. Voor ons was het om je met je team om je heen te mogen aanschouwen de afgelopen dagen. Ook voor ons was het een waar feestje. Waarvoor dank.